Hallo allemaal, vandaag weer een nieuwe video. En ik sta hier met een hele lieve fan die wel in het begin, dus ze mocht natuurlijk eventjes bij me staan. Het mag altijd bij me staan, je mag altijd foto's maken. Als je me ziet, dat hoef je nooit te vragen. Dat vind ik altijd hartstikke leuk en alles. Maar vandaag weer een nieuwe video. En er zijn nieuwe ponies gekomen. Hoe heet dat? Taak of zo. Ik heb echt geen idee. Jullie weten hoe goed ik ben met dingen uitspreken. Nou, deze pony is wel echt next level. Maar we gaan dus eerst die ponies bekijken. En daarna gaan we nog eventjes naar de rijhal. Want er zijn ook nieuwe hindernissen daar zo. En daarna ga ik nog eventjes wat vertellen over mijn club. Will Jukes. Als je wil weten wat ik over vertel. Of als je er misschien weer in wilt. Dan moet je zeker eventjes tot het einde van deze video kijken. Want dan ga ik er nog eventjes een en al over vertellen. En hoe je erin kan komen. Maar we gaan nu dus eerst naar de ponies. En waar is mijn muis? Toen viel Star Stable weg. Oké, ben ik weer. Maar ik dacht dat er één hier stond. Staat hier dus blijkbaar niet. Dus, ja, ik weet in ieder geval. Er staan er twee in, hoe heet dat? Zuiderhoef. En ik dacht dat er eentje daar stond. Maar daar staat hij blijkbaar niet. Dus dat ga ik even opzoeken. Op mijn telefoon die ik hier heel gelukkig bij me heb liggen. Star Stable. Nee, dat is het verkeerde. Wacht even, weer 2 seconden. Star Stable. Heb ik verkeerd gekeken of zo? Want meestal staat er altijd een nieuwe pony hier. Maar nu dus niet, maar oké. Ik zit trouwens ook weer op Big Boy, want een paar van jullie hadden gevraagd of ik weer een keertje op mijn Shire, dus Big Boy, zou willen rijden. Dus nou ja, alsjeblieft. En ik heb hier zo het nieuws van de ponies. Chincotage pony. Iets in die richting. Even kijken. Hier, je vindt één van de ponies in Fort Pinta. En voor de andere twee moet je naar de boerderij op het Siereiland van Zuiderhoef. Nou, eentje dus in Fort Pinta. Ik zie hem hier niet staan. Misschien, nou, hier staat hij ook niet. Dan ga ik nog even bij de ponyboot kijken. Want ja, het is een pony. Misschien dat hij bij de pony staat. Ik heb er geen idee. En anders dan heb ik geen idee waar die staat. Dan ga ik maar gewoon naar Zuiderhoef. Beetje apart dit. Ik dacht dat hij daar eerst wel stond. Maar ja, oké. Misschien dat hij hier dan nog staat. Maar ik denk het niet. Nee. Heel apart dit. Ik weet niet of jullie dit ook hebben. Ik voel me nu echt alsof ik echt blind ben. Dat hij er gewoon staat, maar dat ik hem niet heb gezien. Maar nee, dat kan niet. Dat zie ik wel. Best wel apart. Ik weet niet of jullie dat nu ook hebben. Of dat, of die opeens weg is ofzo. Ja, in ieder geval, het is die bruine met een rondjes om zijn oog. Ik vind het heel jammer dat ik hem nu niet kan laten zien, maar ja. Ik vond die pony trouwens, ik vond die wel leuk. Toen ik de trailer zag van de nieuwe ponies, toen dacht ik ook, ja, ik ga die kopen. Maar toen ik hem eigenlijk in het spel zag, voor de eerste keer, en op bij andere mensen en foto's op Instagram en al die dingen. Ik weet niet, ik vond hem niet heel erg leuk meer vergeleken de andere. Want er is ook nog een witte en een smoky, gevlekte, zwart-wit-achtig gebeuren. Die vind ik ook wel heel erg leuk, maar ik ga er nu nog geen eentje kopen. Omdat ik, en de vorige video heb ik 2 nieuwe paarden gekocht. En ik heb nog heel veel trainpaarden. En ik wil eerst wachten totdat ze er allemaal zijn, zodat ik uit ze allemaal kan kiezen. Dat ik dan de leukste koop. Dus ja, dat. En nu is het wachten op de boot. Ik heb een nieuw setje gemaakt. Ik weet niet of jullie hem leuk vinden. Maar ik vond hem wel grappig. In plaats van dat het standaard zwarte zadel en zwart hoofdstel, dacht ik, doe eens gek. Ik doe het roze. En wow, wat een mooi paard. Ik heb het idee dat heel mijn Star Stable aan het glitchen is. Want dit ziet er niet echt gezond uit. Wel heel fancy. Maar oké, de boot is er.
Wachten. Wachten. Heb ik nog wat leuks te vertellen? Even denken. Volgens mij niet. Dit gedeelte, ik haat het wachten echt zo erg. Ik zit te denken of ik nog wat leuks heb meegemaakt wat ik kan vertellen, maar volgens mij niet. Nee, saai leven zeg. Oh, over 6 weken heb ik weer vakantie. Oh. We zijn er bijna. Gaap, ik word er gewoon spontaan moe van. Maar we zijn er. Eindelijk. Het is echt lang geleden dat ik op dit paard heb gereden. Er is trouwens ook een nieuwe, hoe heet dat, Clyde deel. Een bruine met zwarte maan op de Star Stable app. Die heeft volgens mij groene lintjes, wat ik ergens ga lezen of zo. Maar die vind ik ook wel leuk. Ja, die is wel leuk. En hier zijn de ponies ook weg. Oké. Ja, dit vind ik echt niet leuk. Ik ga eventjes de video op pauze zetten. Dan ga ik eventjes misschien mijn spel opnieuw opstarten of zo. Even vragen aan mensen of die dat ook hebben. Ik kom in ieder geval terug met hopelijk wel ponies die hier staan. Tot zo. Nou, daar ben ik weer. En ik heb mijn Star Stable afgesloten, opnieuw ingelogd. Ik heb heel mijn computer opnieuw opgestart. Maar de update komt niet of zo. Het lijkt wel alsof hij gewoon heel die update heeft overgeslagen. Terwijl ik heb ook nog een laptop hier in dit huis waar ik ook op speel. En daar is de update wel gewoon op te zien. Maar op deze computer niet ofzo. Ik heb echt geen idee waar het aan ligt. Ik vind het heel erg raar. Want ja, zoals je kan zien, de oude hindernissen staan er nog gewoon. En zoals je net zag, de nieuwe ponies staan er ook niet. Dus ik heb echt geen idee wat ik moet doen. Misschien dat jullie weten wat ik hieraan kan doen. Want dit is irritant. Heel erg irritant en niet leuk. Dus ja, ik kan nu voor de rest ook niks laten zien wat ik echt heel erg stom vind. Maar ja, het is dit of helemaal geen video. En dat vind ik ook zo stom. Dus ik dacht, ja, ik ga hem wel gewoon afmaken, die video. En dan zie ik wel misschien dat jullie weten wat ik kan doen. En dat ik dat dan kan doen, zodat ik wel gewoon weer alles goed zie hoe het hoort. Want ja, zo is het natuurlijk ook niet leuk. En zo kan ik ook niet, zelfs het blijft zo, dat er helemaal geen nieuwe updates meer bijkomen. Dan moet ik echt iets gaan verzinnen of zo. Of op die laptop op gaan nemen. Want ja, dit kan niet. Maar ja. Als jullie weten wat ik moet doen. Of als jullie ideeën hebben. Zet het onder de reacties. Alle beetjes helpen. Want ik heb geen idee. Ik heb voor mijn part alles geprobeerd. Dus ja. Geniet van de oude hindernissen hier. Maar dan ga ik eventjes spullen pakken. Voor de informatie van mijn club die ik wil geven, nog even wat over vertellen. En dan zie ik jullie zo. Dus tot zo. En daar ben ik weer. En ik zit op een heel ander paard. En ik heb een heel ander setje aan. En ik sta op een heel andere plek. Ik sta hier omdat het hier even wat rustiger is dan bij Steve of zo. Vond ik even wat handiger. Maar ik ga nu dus wat vertellen over mijn club Wild Jukes. Want ik wil hem weer opengooien. Omdat en omdat het me wel weer leuk leek, wil ik al een tijdje. En ook nu heb ik eigenlijk een beetje van oké, ik ga het echt doen. Omdat ik de 18.000 abonnees heb gehaald, waar ik echt heel, heel erg blij mee ben. Dus echt gewoon niet te geloven. Ik wil jullie ook allemaal nog een keer, want ik heb ook al jullie helemaal bedankt op Instagram. Maar ik wil jullie nog een keer bedanken voor al die abonnees. 18.000 zijn er echt heel erg veel, dus heel erg bedankt daarvoor. Dus ik wil mijn club weer opengooien.
En voordat ik ga zeggen hoe je erin kan komen, wil ik eerst nog eventjes wat vertellen. Ik had opgericht, het staat erbij, 1 maart 2018. Nou, dat is ruim een jaar geleden. En toen ging het in het begin heel erg goed. Er waren heel veel mensen die het leuk vonden. Ik vond het ook heel erg leuk. En ja, het was gewoon helemaal leuk. Ik weet niet. Gewoon hoe verder, hoe meer later, gewoon hoe zeg je dat? Hoe langer ik hem had, hoe minder mensen naar mijn clubuitjes kwamen. En ja, ik weet niet iedereen hoor, maar gewoon een stuk minder dan normaal. Dus ik dacht, ja, misschien vinden jullie de uitjes niet meer leuk. Dus ik dacht, nou, dan doe ik eventjes een vergadering, een datum regelen waarop iedereen kon. Er kwam ook bijna niemand naar die vergadering toe. Dus toen dacht ik een beetje van, ja, oké, wat moet ik doen? Er komt bijna niemand meer naar dingen die ik organiseer. En ja, het was gewoon een beetje aan het afsterven langzamerhand. Dus toen had ik bedacht, oké, ik gooi hem gewoon dicht. Ik ga hem niet verwijderen, maar ik gooi gewoon iedereen eruit. Behalve een paar vrienden van mij. Die heb ik erin laten zitten. En ja, ik hou hem gewoon en ik zie wel... Toen kwam er een kip in mijn beeldscherm lopen. Wow, hallo kip. Ik zie wel wanneer ik hem weer opengooi of ik hem ooit opengooi. Maar ik wou de naam in ieder geval houden voor het geval dat. Nou, en nu is dus het geval dat aangebroken. Want ik wil hem dus opengooien. Het setje is gewoon helemaal hetzelfde zoals die was. Alleen, daar heb ik nu nog een strikje aan toegevoegd bij het hoofd. Want dat vond ik wel een leuk idee. En alleen het paard is veranderd, zoals jullie nu al kunnen zien. Ik heb altijd een Morgan gehad, maar aangezien Morgans nu wat oudere paardenrassen zijn, vergeleken al die nieuwe rassen die al zijn gekomen, leek het me leuk om een nieuw clubpaard te nemen. En ik heb voor een Fjord gekozen. Hey. Dat is ook de reden waarom ik deze Fjord kocht in mijn vorige video. Want ik had al in mijn hoofd, ik ga mijn club weer opengooien en ik wil dit als clubpaard. Eventjes nog voor, ja, om te zeggen, het geeft niet als je dit paard niet hebt of niet wilt kopen. Je vindt hem bijvoorbeeld niet leuk of ja, je hebt niet zoveel starcoins en die wil je liever uitgeven aan een paard die je heel graag wilt. Dat maakt niet uit. Het is gewoon voor de leuk. Als je hem hebt is het leuk. Als je een andere Fjord hebt en je wilt deze niet kopen, voor wat voor reden dan ook, neem je gewoon lekker die andere Fjord. Het is gewoon allemaal voor de leuk. Dat geldt trouwens ook voor het setje. Je hoeft het niet te hebben, maar het is wel gewoon leuk voor het plaatje dat iedereen hetzelfde heeft. Maar ja, dus niet verplicht. En nu ik dat gezegd heb, moet ik even op adem komen. Heel veel gepraat achter elkaar. Wauw. Hoe je erin komt. Want ik ga het niet meer doen hoe ik het toen had gedaan. Want toen had ik één datum afgesproken. Dat was een join dag. En toen had ik zoveel mogelijk mensen erin gegooid. En toen was de chaos. Dus dat ga ik nu niet meer doen. Ik had toen ook een wachtlijst. Van, wat was het? Meer dan 100 mensen volgens mij. Ga ik ook niet meer doen. Ik ga nu werken, of tenminste werken, dat jullie mij op Star Stable zelf, dus op gewoon bij een mailbox in Star Stable mij een mailtje kan sturen met daarin een aanmelding. En voordat je nu je video op pauze zet, naar je computer stormt en mij een berichtje gaat sturen, wacht eventjes. Want ik heb een paar dingetjes die je dan eventjes in dat dingetje moet zetten in dat mailtje. Zodat ik een beetje een beeld krijg van wat je wilt en wat je verwacht. En kijk of je een beetje bij de club past van hoe ik hem wilt maken. Want het wordt geen serieus club. Het wordt gewoon een beetje een clubhuis idee. Het is gewoon voor de leuk, voor de gezelligheid. Helemaal niet serieus of zo. Dus ja, dat. Dan ga ik nu eerst eventjes alles opnoemen wat je er even in moet zetten. Dat is wel handig. Allereerst, je hoeft geen naam erin te zetten. Want dat zie ik toch wel bovenaan staan als je hem verstuurt. Even zeggen op welk level je bent en of je een Star Rider bent, dat is wel handig om te weten. Hoeveel dagen en rond welke tijd je online kan, want daar kan ik zo eventjes afstemmen wanneer ik de clubuitjes doe. Waarom je in de club wilt, wat je van de club verwacht. En gewoon eventjes erbij zeggen of je het clubsetje wilt kopen of niet. Als je dat niet wilt, kan je dat gewoon bij je zeggen, dat ligt er niet aan of je erin kan of niet. Want ik ga dan van die mensen die mijn aanmelding sturen met al die dingen die ik net op heb genoemd, ga ik denk 10, 15 mensen eerst kiezen die in de club mogen. Dat ik eerst gewoon een klein groepje heb. En dat we daarmee gewoon wat leuke dingen kunnen doen voordat ik die hele club volgooi met mensen.
Want ja, aangezien de vorige keer toen ik dat deed ging het niet echt goed. Dus ik wil nu gewoon met een klein groepje beginnen. En dan na een paar weken of zo dan zeg ik gewoon op YouTube en op Instagram dat je me weer een mailtje kan sturen. Met dezelfde dingen. Dat zou ik dan ook nog wel eventjes herhalen. Dus ja, als je die dingetjes erin zet, de antwoorden en mij dan een mailtje stuurt, dan heb je kans om in de club te komen. Dus waarschijnlijk als jullie deze video nu zien, ben ik op Star Stable bezig om al mijn fanmail te beantwoorden. Zodat er echt alleen maar ruimte is voor die aanmeldingen. Ik zal ook dan regelmatig checken en al op alle fanmail reageren. Zodat heel mijn postbox, mailbox helemaal vol zit met aanmeldingen. Dus als je probeert om nu mijn aanmelding te sturen en mijn brievenbus zit vol, wacht even een paar minuten, dan is er waarschijnlijk wel weer ruimte. Maar ik denk over een paar dagen, als je het dan probeert en hij zit vol, dan zit hij waarschijnlijk al helemaal vol met aanmeldingen. Dan betekent het ook meteen dat als hij vol zit, kan je ook geen aanmelding meer sturen. Dus ga me dan ook niet helemaal vol spammen op Instagram, want dat helpt niet. Als mijn mailbox vol zit, dan kan je niet meer aanmelden en ja, dat spijt me dan. Maar daar komt dan heel snel nog een datum wanneer dat wel weer kan. Dus ja, nu ik dat gezegd heb, dat is eigenlijk wel alles wat ik wou zeggen. Ik hoop dat het nu beter gaat dan de vorige keer. Het lijkt me ook wel heel erg leuk. Ook weer een uitdaging om te doen. Dus ja, en dan hierbij ook het einde van de video. Ik vind het heel erg stom dat op een of andere manier mijn spel niet is geüpdate. Dat ik niet nieuwe paarden en de hindernissen kon laten zien. Maar ja, dat is dan maar zo. Ik kan er nu ook niks meer aan veranderen. En dan hoop ik dat jullie deze video alsnog een beetje leuk vonden. Dan zie ik jullie de volgende keer. Dus doei!